Wat een rust, wat een rust. Wat een verschil met gisteren. Kijk, het kan wel rustig zijn in Japan, als je maar gewoon vroeg opstaat. Al zie ik hier links en rechts de eerste mensen alweer bezig. De eerste vissers zijn hier alweer aan het vissen. Ongeveer 3 kwartier geleden is de zon opgekomen. Alleen, we zijn hier in een bebergd gebied. Dus de zon die komt nu, als ik even omdraai, hier achter mij op. Ja, voordat hij over die berg is, duurt het natuurlijk even. Dus ik ben expres wat later opgestaan, want ja, eerder heeft het eigenlijk weinig zin. En waar we hier gekomen zijn, wat in de vorige video niet gelukt is, Mount Fuji is heel goed zichtbaar. Dus ik ga snel aan de slag. Het is gelukt. Ik was precies op tijd, want nu komt de bewolking. Ik heb precies op tijd hier mijn camera neergezet en de foto's gemaakt. En ik heb ze niet eens teruggekeken, maar ik weet gewoon dat ze gelukt zijn. Echt super gaaf. En nu zie je van de linkerkant allemaal bewolking komen en trek voor Mount Fuji langs. Dus ik was echt op de minuut nauwkeurig aanwezig. Echt, hoe kan het, hè? Fantastisch. Ik kan weer terug naar bed, want ja, verder hoef je niks meer te doen. De bewolking zal nu gaan toenemen, ook de loop van de dag. Dus Mount Fuji gaan we niet meer terugzien. Ik ga natuurlijk niet echt terug naar mijn bed. Maar misschien is het even leuk om... We hebben natuurlijk die rode schrijn in het water staan, de Haiwa no Tori. Misschien is het leuk om daar nu even naartoe te gaan, om daar nog even wat foto's te maken. Groot voordeel natuurlijk is dat het nog lekker vroeg is. Er zijn eigenlijk bijna geen mensen. Terwijl dit soort plekken over een paar uur gewoon weer honderden toeristen gaan lopen. Dus ik kan nu nog even een paar mooie foto's maken. Er zijn meer mensen vroeg opgestaan. Geluk houdt blijkbaar een keer op. Ik had graag daar iets meer tijd willen hebben om wat mooie foto's te maken. Alleen, ja, je zag dingen wel. Er kwamen steeds meer mensen. Mensen werden ongeduldig. Ik stond een beetje brutaal gewoon lekker foto's te maken, maar ja, op een gegeven moment stonden er echt heel veel mensen en dan voel je de hete adem in je nek en denk je, laat ik maar weggaan. Ik heb wel een paar foto's gemaakt, het zijn niet helemaal de topfoto's, maar goed, ik heb in ieder geval een paar foto's. Wat een ongelooflijk gave bomen hier. Ontzettend groot, lang, hoog. Heel gaaf. We
zijn nu een uurtje verder en je ziet hoe druk het hier al aan het worden is. Er komen steeds meer mensen bij, dus foto's maken zonder mensen wordt nu heel erg lastig. En dat wil ik eigenlijk toch wel het liefst. Als je in dit soort situaties toch een foto wil maken zonder mensen, kun je eigenlijk drie dingen doen. De eerste is gewoon op een ander moment terugkomen. Bijvoorbeeld heel vroeg in de ochtend of heel laat in de avond. Dan is de kans groot dat er niemand is. Maar goed, we zijn nu wat later op de dag. En dit is waarschijnlijk de enige keer dat ik hier kom. Want ja, ik ga straks weer verder en ik ben niet van plan om hier nog weer een keer heen te gaan. Dus er zijn eigenlijk twee opties. Je kunt met een little stop of big stoppen je sluitertijd heel erg gaan oprekken. Als je dan met enorme lange sluitertijden gaat fotograferen, bijvoorbeeld van enkele minuten, omdat mensen bewegen, worden die mensen niet vastgelegd. Dus is de kans groot dat je dan een foto krijgt zonder mensen. Vaak is het even een paar keer proberen, maar uiteindelijk lukt het vaak wel. Het nadeel is dat het vaak ook andere dingen die bewegen, die zie je ook bewegen dan op de foto. Die krijg je bewegingsontscherpt. Bijvoorbeeld takken die bewegen, bomen die bewegen. Hiervoor bij deze tempel hangen wat dingen, wat te wapperen, soort vlaggetjes. Dat zie je gewoon met lange sluitertijden. Dat is gewoon niet zo mooi eigenlijk. De derde manier, de manier die ik nu aan het proberen ben, is eigenlijk het maken van meerdere foto's achter elkaar. Dus ik heb mijn camera nu neergezet op statief, vast standpunt, vast brandpuntafstand. Ik verander niks in de instelling, maar maak om de zoveel tijd maak een foto. Wat ik dan kan doen is in Photoshop al die foto's in lagen over elkaar heen gooien en dan gewoon de mensen gaan uitgummen. Want ja, die mensen bewegen natuurlijk, zoals Nel zei. Dus die staan elke keer op een andere plek. Dus je hebt op elke foto wel op een gegeven moment een moment dat er niemand staat op die plek. En dat is gewoon een kwestie van de juiste foto's zoeken en gaan uitgummen eigenlijk van de mensen. Dus dat ga ik even proberen, kijken of dat werkt. Het moet blijkbaar zo zijn. Ik heb weer geluk. Ongelooflijk. Ik sta gewoon rustig te wachten. Ik heb net aan jullie verteld dat ik gewoon meerdere foto's wil gaan nemen en dan die in Photoshop over elkaar heen. Waar een gooi, zodat ik die mensen kon uitwissen. En op een gegeven moment was er gewoon helemaal niemand meer in de hele tempel. Er liep niemand door mijn beeld heen. Dus ik heb nu gewoon een foto kunnen nemen zonder mensen. De goden zijn me gunstig gestemd in Japan. De boom hier achter mij is een heilige boom en is meer dan 1000 jaar oud. 1000 jaar, ongelooflijk. Zullen we even een boottochtje gaan maken over Lake Ashi? Het waait wel een beetje. De boot verlaten en gaan nu met een kabelbaan helemaal omhoog naar een vulkanisch gebied. En wie weet kunnen we daar nog een paar mooie foto's maken. Ook hier waait het heel hard.
Lekker windje. Ik moet mijn pet vasthouden, anders waait hij weg. Het ruikt hier naar zwavel. Zo. Wow. Dat bedoel ik. Ik hoop dat ik nog een beetje te verstaan ben. Het ruikt hier heel erg naar zwavel. Je ziet overal rookpluimen. Heel gaaf om zo wat foto's van te maken. Maar een video maken en fotografeer tegelijk, dat wordt hem niet. Dus ik ga even wat foto's maken en dan, nou ja, jullie zien ze zo verschijnen. Dat is nog even een mooie verrassing. Mount Fuji is vanaf hier heel mooi zichtbaar. De lokale specialiteit hier zijn zwart gekookte eieren. Die worden gekookt in een bronnen hier. En als je een ei eet, dan verleng je je leven met 7 jaar. Ik sla het toch maar even over. Ik dacht, ik ben een Nederlander, ik ben niet van suiker. Ik ga gewoon nog even naar buiten toe. Ik heb mijn camera bij me. Ik hoop op een paar mooie platen nog in de regen. Dat is natuurlijk altijd lastig, want alles wordt nat.